Nou, van harte gefeliciteerd. Hoe is het om hier zilver en brons te winnen? Ja, geweldig. Het is een super mooi podium natuurlijk om op het WK te rijden. En dan om het podium te staan, dus ja, maakt het helemaal af. Ik ben echt heel trots. En hoe is dat voor jou? Ja, ook super blij natuurlijk. Ja, deze kleur hadden we nog niet. Dus heel blij mee. Ja, zeker. Komt hij naast de andere te hangen dan? Ik heb ze eigenlijk niet hangen, maar dat maakt het niet uit. Maar ik ben heel blij dat ik hem heb. En nou ja, ik hoop dat ik in de kuur nog iets beter kan. En dat ik er een ander kleurtje bij krijg. En Nicole, waar plaats jij hem thuis? Ja, ik had een heel mooi bakje gekregen vorig jaar van een vriendin. En dus daar heb ik ze in liggen. Niet vol in zicht, dat niet. Maar ik kom er wel regelmatig langs, ja. Had je dit verwacht, Frank? Enerzijds ja. Wel. Ja, want het is de laatste jaren gaat eigenlijk altijd tussen Sophie en mij. Dus nou ja, vorig jaar was ik sterker, er was Sophie 2. En nou, nu dit jaar is zij sterker. Maar nu hoop ik dat we het in de kuur omdraaien. Ja. Maar jullie moeten het wel doen voor Nederland, hè? De eerste 3 medailles zijn binnen. Ja, de laatste paar jaar is het helaas vaker zo geweest dat de paradressuur de medailles mee naar huis nam. Ja, je gunt het iedereen die hier naartoe heeft gewerkt om op een WK te staan, heb je natuurlijk hard voor gewerkt. En tot nu toe gaat het bij ons heel goed. En ja, ik vind de sfeer is goed. De paarden zijn topfit en we hebben het gezellig ook met elkaar. En dat ja, is gewoon leuk en dat maakt het allemaal extra speciaal. En ook dat de aanhang hier is, man, vrouw. En dit is toch een speciaal moment. Dat vind ik echt heel leuk. Hoe is het inderdaad om buiten de paarden hier te zijn? Ja, doen we eigenlijk niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Hey, nee, het is bijna de hele dag wel dat we hier ja, dan dit kijken. Dus natuurlijk de eerste week hebben we natuurlijk dressuur gekeken en bij de raining zijn we geweest. Dus ja, eigenlijk vul je dagen wel met hier zijn. En een keer naar de Walmart natuurlijk, dat moet natuurlijk sowieso een keer. Nee. Wat heb jij gekocht? Een trui? Snoepjes? Nee, ja, van alles. Trui heb je wel nodig hier, ja, hè? Trui, ja, het bloed heet hier, nee. Maar ja, we moeten ons een beetje vermaken. Uiteindelijk draait het om de paarden en je wilde er toch een beetje bij zijn. En we vonden het heel leuk om dat we nu zo dicht bij elkaar zaten dat we de dressuur konden kijken. Ik hoop straks nog wat van het mennen te kunnen zien. En dat is heel leuk. Dat konden we 4 geleden niet. Toen waren we eigenlijk overal net een beetje te laat voor en was te ver buitenaf. Dus dit is heel mooi van het evenement dat we alles kunnen zien. En nu inderdaad naar de volgende wedstrijden. Wat betekenen deze resultaten voor de komende dagen? Nou, eigenlijk nu nog helemaal niks. Alles is weer open. En we moeten nu met het team. Dus nu moeten we samen zien dat we medaille binnenhalen. Dan hebben we gelijk ook voor Tokio natuurlijk erg belangrijk. En dan daarna komt de kuur nog. Ja, en dan is het weer individueel, ieder voor zich. En tot slot, Nicole. Je hebt een bewogen geschiedenis achter de rug met dit jaar. Je komt van ver. Hoe zie jij dit resultaat dan? Ja, ik vind het ja, wat ik zeg, super mooi om hier te zijn. Ik was gelukkig net op tijd fit om me te kwalificeren. En het gaat nu goed, dus ja, daar praten we dan niet meer over. Het is moeilijk geweest, maar ja, ik ben hier en dat is waar het om gaat. Maar uiteindelijk maakt het al wel extra mooi, of niet? Absoluut, ja. Want in het begin van het jaar had ik niet gedacht op tijd fit te zijn. Ik heb nog steeds mijn wond, dus die gaat gewoon mee. En ja, we zien het wel.